en leuk dat jullie kijken naar deze video waarbij ik de winnaar van de bloemschikwedstrijd bekend maak. Straks komen alle inzendingen voorbij die hebben meegedaan. Dus echt, heb je meegedaan? Superleuk en dankjewel voor je inzendingen. En dankjewel voor al jullie creativiteit en inzet voor deze bloemschikwedstrijd. Ik vind het heel leuk om te zien. Er zijn echt hele mooie bloemstukken gemaakt. Dat straks. Voordat de winnaar bekend wordt gemaakt, wil ik nog eventjes bekendmaken wat de winnaar wint. Dus dat laat ik gauw even zien. Zoals ik al zei, kon er een mooi bloemschikpakket gewonnen worden. En wat daar allemaal in zit, haal ik er gauw even bij. Ik heb weer een heel mooi pakket samengesteld. Een heel mooi industrieel frame waar je echt iets heel leuks mee kan doen. Verse bloemen is heel erg leuk, droogbloemen ook heel erg leuk. Een mooie krans die je natuurlijk ook heel mooi kan opmaken in het voorjaar. Dan heb ik mooie droogbloemen gemengd. Zit van alles in. IJzerdraad. Komt altijd goed van pas. 0,9 dikte. Zitten er meer erin. Een frame om zelf een bloemschik of een boeketje in te maken. Ook heel erg leuk. En vooral als je wil leren boeketjes maken is het heel makkelijk. Dus dan kun je daar goed mee oefenen. Krammetjes. Een heel zakje vol, 50 stuks. Dus dat komt er goed van pas. Een pakket met allerlei droogmaterialen. Er zit echt van alles in. Plataanbolletjes, hout, nog wat droogbloemetjes. Ook heel erg leuk. Heel passend bij het thema. Een hart, zodat je die zelf kan opmaken. En heel leuk om terug te laten komen. Ook mooi voor moederdag bijvoorbeeld, om op te maken. Oase, kan natuurlijk niet ontbreken in dit pakket. En om natuurlijk het voorjaar terug te laten komen. En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, op de krans. Voorjaarsbolletjes. En daarnaast zal er nog mooi droogmateriaal in zitten. Zoals mos en tilantia. Dus een goed gevuld pakket. Dit zit er onder andere in en het wordt nog mooi aangevuld. Dus zeker leuk als je de winnaar bent. Dan komen nu alle inzendingen. Tijd om de winnaar bekend te maken. Allereerst vind ik het heel belangrijk dat er echt bloemen in zitten. Dit is namelijk een bloemstuk. Er zijn wat vragen gesteld. Mocht er ook kunstbloemen in zitten? Kunstbloemen mocht niet. Droogbloemen mochten wel. Verse bloemen is natuurlijk ook hartstikke mooi. En dat mocht natuurlijk ook. Ik heb gekeken naar de originaliteit. En ja, of het natuurlijk een heel mooi geheel is. En dat past bij het thema liefde. Die moest natuurlijk terugkomen. Nou, dan komt nu de winnaar hier in beeld. Gefeliciteerd met je prijs. Je mag contact met ons opnemen en dan zorg ik dat het hele mooie gevulde pakket jouw kant op komt. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden om te zien wie de winnaar was, maar ook wat alle leuke inzendingen waren. Heb jij een favoriet? Laat hieronder even weten. Ik ben heel nieuwsgierig. En waarom natuurlijk, waarom jij dat jouw favoriet vond. Abonneer eventjes op het kanaal, dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak, maar ook als er een nieuwe wedstrijd online komt. Dan maak ik altijd hier op dit kanaal als eerste bekend. Dus dat is natuurlijk leuk. En vond je dit leuk om te zien, doe dan eventjes een duimpje omhoog. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij woensdag weer. Doei!